Oh ja, echt. Oh. Zo lekker. Met een unicorn aan. Oh, zo leuk, denk ik. Ja, als het is tof. Ik ben gewoon helemaal smetvrees ready. Wow. Because if you're not yourself, then who are you? Hi, welkom bij weer een nieuwe shoplog. Yay, lang geleden dat ik bij de Action ben geweest. Echt heel lang geleden. Ik denk inmiddels wel. Krr, krr. In ieder geval al een lange tijd geleden. Oké, nou laat ik maar gewoon beginnen. Doe vast je duimpje omhoog als je zin hebt in deze video sowieso. Ik heb er sowieso zin in. Op een of andere manier, als je dan iets hebt gekocht, dan weet ik wel, ik weet wel wat erin zit. Maar toch, op een of andere manier, als ik dan uitpak met jullie, dan voel ik als een soort van nieuwigheid en een cadeautje. En zo van, ah, what's in the bag? Dit is de tas. Dat is, daar zit alles in. Dus ik ben wel benieuwd wat ik ook weer allemaal heb gekocht. So, let's go. Ding 1 is, wat moet ik kiezen? I can't choose. Oké, laten we gewoon met deze beginnen. Deze vind ik echt fantastisch, jongens. Dit is een zadel cover. Zadeldekje noem je. Zadeldekje staat er ook op. Heel fantastisch. Maar ik dacht dus, mijn zadel is best wel prima. Maar ik dacht, als het nou regent of zo en je moet dan je fiets buiten zetten omdat je ergens heen gaat waar je dan weet dat je al niet bedekt kan staan, dan is het handig om deze op te doen. Dan kan je hem daarna eraf trekken. Of inderdaad gewoon in je tas doen. Nee, shit, Eli, wat super dom dit. Doe deze gewoon in je tas. En als het regent, kan je denk ik gewoon die eroverheen doen. En dan zit je alsnog droog. Je hebt dus twee opties. Je kan hem of dus erop doen en dan eraf halen. Dan is je zadel ook nog droog. Laat me dit even kijken. Of je doet hem dus dan erop als... Als je zadel is nat geworden, dan doe je hem erop. Twee opties. Welke optie ga jij voor? Want ik kan even niet goed nadenken welke van de twee nou beter is. Want het gaat natuurlijk gewoon of die dan of die regen doorlaat of niet. I'm gonna put it to the test. Ik ga hem testen en dan laat ik het misschien nog wel een keer weten. Maar wat zou jij doen? Zou je hem in je tas doen? Ik kom gewoon meteen met de vraag nu. Zou je hem in je tas doen? En dan als je zadel nat is erin doen? Of zou je hem dus dan gebruiken... Wanneer het regent dat je hem dan erop doet. Ik kom er zelf niet eens uit. Oh my god. Verder, ik ga naar de volgende. Ik weet niet wat het is. Volgende. Oké, eigenlijk is dit dus precies waar ik naar de Action ging. Want ik had een Action shopvlog gezien van Larissa. En die was dus naar de Action geweest. Spannend, maar ik niet helemaal. En die had dus lavendelgeurende vuilniszakken gevonden. OMG. Het ruikt ook echt oprecht door het plastic heen al helemaal lekker naar lavendel. Oh, ik vind lavendel zo lekker. Ik doe me weer een van de manier altijd denken aan een soort van Zuid-Frankrijk of zo. Dat je daar op zo'n bergpaadje loopt, van een heuvelpaadje en dan een lavendelstokje, bloempje, ik weet niet hoe je dat noemt. Met deze beweging ook. Pakt en dan zo. Oh ja, echt. Oh. Zo lekker. Je moet dus deze hebben van Dumil. Ik hoop dat je goed kan zien. Deze moet je hebben. Echt fantastisch. Echt, oh my god. Trekbandzak lavendel. Oh, echt zo chill. Volgende. Oh ja, dit. Dit zijn patches with pin. Dus het zijn echt een soort van brosjes, denk ik. Kijk, allemaal cute. Mijn tante, mijn lieve tante, die spaart al brosjes. Dus ik koop meestal vintage brosjes voor haar. Echt all over the world. Ik bedoel, al over de hele wereld waar ik dan kom. Koop ik een brosje voor en neem ik het mee. Maar ik dacht, dit is misschien ook wel cute. Die zijn er misschien niet vintage. Maar ze zijn wel cute om te gebruiken. Ik heb er volgens mij nog één van gekocht. Maar die kom ik dan zo meteen wel tegen. Oké, ja. Ik heb ook dit gekocht. Dit zijn plastic food storage containers. Ik dacht, dit is vet handig voor als je soep maakt. Ik ben niet zo'n hele grote eter. En ik heb ook een relatie met Michael. Dus we eten meestal met z'n tweeën als we thuis eten. Dan heb je meestal meer gemaakt dan je nodig hebt. Omdat, ja, meestal dingen maken voor vier of zo, weet je. En dan is het gewoon handig om dit te bewaren. De soep in de koelkast. En dan ben je de dag erna of de dag daarna. Kan je dan gewoon heel chill opwarmen en opeten. Ja, dus dat. Volgende is... Ja! Deze kledingrollers. Nooit genoeg hieraan. Ik gooi ze altijd in mijn koffer als ik ga reizen. Of ik ga een zeetripje doen. Ik gooi het ook in mijn koffer als ik een shoot heb. Gewoon, en deze ziet er ook nog best wel leuk uit. Kijk. Rolling. Rolling. Rolling like a river. Woep, 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 woep.
afzonderlijk. Oh jeetje, oké. Okay. Oh ja, kijk, ik kon natuurlijk niet de winkel uit zonder dat ik emoties had meegenomen. You all know van de vorige shoplos van Action, de twee hiervoor, dat ik echt emoji-fan ben. Dus dit is een ballon. Ben je een ballon? Hier heb je een ballon. Dus dat. Verder. Wat zet is dit? Oké, okay, ja, dit is heel leuk. Dit vind ik echt heel leuk. Ik, zoals je misschien wel weet van Instagram, dat ik heel vaak een soort van beautycase tas heb. En hier staat hij, oh, even uit beeld. Ik heb die in droom, maar ik heb hem dus ook sinds gisteren in het bruin. En dat doe ik er altijd, maar ook in andere tassen, van die pompons aan. Maar die gaan ook wel stuk. Maar ik kwam dus bij de Action en daar hebben ze het mega veel. Kijk deze bijvoorbeeld. Met een unicorn aan. Hoe leuk. OMG. En een kleine roze. Even kijken of die scherp stelt. Hoe leuk. Wacht, laat hem even uitpakken. Kijk nou hoe cute. Dat is toch leuk voor aan je tas. Ik ga er zo goed op. Maar ik heb nog veel meer van die dingen. Kijk nou deze ook. Is dit een soort van wolkenschaapje? Is toch echt niet te doen hoe leuk dat... Oh, ik ken het gewoon. Ik vind het echt leuk. Ik heb er nog geen. Ook een flamingo. Ah, zo leuk, denk ik. Oh, ik vind het zo leuk voor aan mijn tas. Ik ben... Ah, ik heb ook nog pootjes. Kijk. Ik vind het echt leuk. Ik ben benieuwd hoe lang het goed blijft. Kijk, en deze. Een zwarte had ik nog niet. Met een unicorn er ook op. Oh, ik knijp hem bij zijn neus. Kijk nou, jongens. Ook met pootjes. Nou, ik vind het echt... Ik vind het echt leuk. Het leuke daaraan is, ik zal even uitleggen waarom ik het zo leuk vind, is dus dat je een bruine tas hebt dan en dan kan je dit soort van bruin laten terugkomen in je kleding natuurlijk, want dan ben je hashtag doorgecombineerd. Maar met die pompons kan je er ook kleuren die in je kleding gebruikt worden, voorkomen bedoel ik, dan doorcombineren met je tas. Dus zo laat ik dan helemaal de tas soort van, hoe ga ik het uitleggen, doorcombineren met mijn kleding. Dus daar ga ik gewoon heel goed op. Ik heb er toch nog meer, ja hoor. Ik heb ook nog een lichtblauwe. Ik ben helemaal losgegaan in die winkel. Kijk, hier bam. Ook nog een soort van babyblauwe. Heerlijk. Ik heb er nog geen. Volgens mij is dat bijna de... Ja, ik heb nog een hele kleine zwarte. Hetzelfde idee als de rest. Alleen dan zonder die unicorn. Kijk, gewoon volgens mij misschien... Kijk, die unicorn is best wel grappig. Maar soms heb ik misschien wat chicere outfit en dan wil ik gewoon geen unicorn erbij. Helder. Oké, okay. Oh. Vaseline, ik heb gewoon vaseline nog, had ik nog, maar daar is hij. Die had ik gebruikt om, ik moet even denken, ook mijn lippen even meteen weer doen. Die had ik gebruikt om glitter met mijn lippen te doen. En toen ik per ongeluk, omdat ik snel wilde werken, met mijn glitterkwast toen in die pot met vaseline gezeten. Dus nu zit die pot met vaseline dus vol met glitter. Dus elke keer als ik nu mijn lippen vet, dan zit er ergens glitter. Niet dat dat erg is. En glitter won't hurt nobody. Maar ja, het hoeft niet per se. Oké. Okay. Ik heb ook dit gekocht. Dit is een toilettas. Gewoon simpel, zwart. Maar ik heb elke keer dat die andere, daar zit mijn cup in. Dan moet ik het allemaal eruit gooien. Als ik dan een grotere tas nodig heb. Omdat ik dan een stedentripje heb. Of ga op reis of zo. Dus ik dacht, ik koop even deze. Hij heeft ook nog hendels. You could work it, you know. Ja, ons. It's a tough. Oké, okay, volgende. Filthy stages. Oké. Oh ja. Deze kabel heb ik gekocht. Kijk. Sorry, het is best wel overgelicht af en toe. Hier. Ik dacht deze chill, want dat is 2 meter. Soms doen die kabels het niet. Dus dat ga ik echt misschien... Moet ik dat... nee, maar dit zal het wel gewoon doen, toch? Ik dacht ik ga het testen, maar dat hoeft toch niet. Oh ja. Hier zijn die andere patches. Zie je? Voor mijn tante. Superleuk. Of het zijn dan eigenlijk geen patches, maar het zijn patches met een borst aan. Dus die kun je gewoon op je kleding doen. Oh ja, ik vind echt serieus naar het toilet gaan op andere plekken dan thuis echt smerig. Vind ik gewoon echt niet fijn. Dus ik kwam hier voorbij en dit is een toilet seat cleaner. Kijk, top. Dat spuit je dan gewoon op het toilet. Toiletbrilreiniger. En dat spuit je dan nog gewoon op. Gemakkelijk en snel een hygiënisch schoon toiletbril. Top. Spray de reiniger op de toiletbril en neem af met een stuk toiletpapier of tissue. Deze gaat sowieso voortaan altijd in mijn tas. Ik heb sowieso altijd billendoekjes in mijn tas zitten. Overigens heb ik die ook gekocht. Nooit genoeg van.
Deze zijn volgens mij voor baby's. With lotion en vitamine E. Nou, vitamine E op je tuchus. Heel fantastisch. En dan ook nog een schoon toiletbril. En ik heb altijd van dat hand sanitizer bij me in mijn tas. Voor als dan mijn handen ergens niet kan wassen of zo. Of je hebt plakkige handen op straat vanwege een ijsje eten. Wat ik dus heel vaak deed in de zomer. Dus ik ben gewoon helemaal smetvrees ready. Oh ja, dit. Oké, precies. Dit is... Ik ga het je uitleggen. Zo ziet het eruit. Dit is precies mijn leven. Dat is altijd dit, weet je wel. Dat je hele ding zo uit je tas komt en je hebt haast en dan zit het helemaal door elkaar. Dit zou ik moeten oplossen dus. Want, laat ik even kijken of ik het meteen open kan maken voor jullie en het kan laten zien. Ik heb het precies niet voorbereid. Dus geen schaar gepakt. Dit doe je dan gewoon erin. En dan kan je dus ook, ik ga het plaatje laten zien. Zoals je dus kan zien op het plaatje. Hier ga je dus van dit, wat ik normaal heb, naar dat. Dat hij netjes blijft. Dus dat. Ik hoop dat het werkt. Volgende. Oh ja. Ik hou echt van spelletjes doen. Wat dat betreft ben ik echt een burgertrutje. Of nee, dit is niet eens een trutje. Ik hou gewoon van burgerlijke dingen. Vind ik echt leuk. Samen boodschappen doen. Maar ook gewoon spelletjes spelen met vrienden of met je vriend. Dus ik heb dit gekocht. Zo'n scoreblok voor... zo, hier. Voor als je... Ja, hoe heet het ook weer? Ik ben het naam kwijt, maar ik heb ook dus wel dan eventjes de dobbelstenen erbij gekocht. Maar, hoe heet het ook weer? Het staat er gewoon niet bij hoe het heet. Ik kwam er in de winkel ook al niet op. Maar dan moet je dus in ieder geval in zo'n bakje doen en dan moet je gooien. Dan moet je kijken wat je dus aan punten kan verdienen. En dan moet je het afstrepen en dat, nou, je moet dan zoveel punten hebben of zo. Superleuk. Ik weet echt niet meer hoe het heet alleen. Zo irritant. Comment even als je wel weet hoe het heet. Volgende is, ja, deze stylus pen. Ik heb namelijk een mini iPad en ik dacht, ik vind het soms een beetje irritant. Dus ik ga proberen of dit wel lekkerder werkt of zo. Sommige dingen zit je echt zo'n beetje... Dan is dit misschien veel beter. Zeker als je van die... ken je van die spelletjes dat je van die balletjes moet wegdoen van dezelfde kleuren? Ik weet ook de naam natuurlijk niet hoe dat heet. Echt verschrikkelijk. Maar dan werkt dit denk ik veel beter. Zo'n stylus pen. Dus dat. Ik had nog een pompon. En die is een soort van licht bruinig grijs of zo. Echt ook wel heel chill. Ja, natuurlijk jongens. Ik hou echt van opbergpakjes. Echt zo ontzettend veel. Deze was ook nog met emojis. Dus ja, dat kon ik gewoon echt niet. Ik heb geen idee waar ik het ga laten. Maar ik kon dit echt gewoon niet laten staan. I love, 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 love emojis. Dan, ik heb nog best wel... Ik heb fietlampjes gekocht. Deze. Best wel chill. Kijk, ik woon in Amsterdam. En daar worden fietslampjes gewoon echt gejat alsof het water is, volgens mij. Dus ik weet, deze uitspraak is waarschijnlijk geen Nederlands spreekwoord, maar maakt niet uit. Vanaf nu wel. Dus ik dacht, ik koop gewoon zo'n siliconen ding. Dat doe je dan om de voorkant of de achterkant. Als je dat steelt, dan koop ik wel weer een nieuwe, weet je. Dat maakt dan niet uit. Dan heb ik nog, ook vet handig, een Quattro USB Smart Wall Charger. Dus dat is... Dat je met vier USB dingen, ik zie het, vier USB dingen kan je dan tegelijkertijd opladen. En precies hier achter mij is de bar, daar. Daar is een beetje onze hub van waar we altijd dingen opladen. En soms heb ik daar geen plek meer. Dus ik dacht, hey, this is a good idea. Dit is een goed idee. Dus dat. Oké, ik ben dan weer bij de laatste. Maar niet de minste, want... Tada! Sorry, mijn ringlight die maakt het wel heel erg overdadig. Maar kijk, wauw. Deze brushes, I love it. Gewoon unicorn make-upping. I'm gonna look so fabulous. Make-up brush collection. Heerlijk. Ik ga ze ook even uithalen. Voelen hoe zacht ze zijn. Is toch dan, krijg je toch gewoon meteen zin in make-up, hè? Oh, kijk nou. Nou, niet met je haar erin. Oké, ik ging weer helemaal in die brush. Jongens, dit was de shopvlog van Action. Als je het leuk vond, doe dan even je duimpje omhoog. Als je het niet leuk vond, dan gun me gewoon dat duimpje. I don't know. En ja, leuk. Ik vond het leuk. Ik heb echt leuke dingen gehad. Best wel veel verschillende soorten dingen. Een beetje make-up dingen en lampjes. En ik liep echt zo'n soort die denken, hey, dit heb ik nog nodig. Hey, dit heb ik nog nodig. Dat was echt weer nice.
Ik ben er weer blij mee. Ik hoop jullie ook. En dan zie ik jullie in de volgende video.